Ga zingen, Wim Bam Bom. Welkom in het Gein, voor iedereen die meekijkt en voor iedereen die hier is om het op te nemen. Het is vandaag zondag 29 augustus, de 11e zondag van de zomer. En het is in het verhaal voor de laatste keer dat we met Jezus bij het meer zijn. En sommige mensen gaan bij hem weg, daar zal ik over vertellen. Maar eerst steken we de kaars aan. God heeft ons het licht gegeven en daarom maken we het licht voor elkaar. En nu de paaskaars brandt, denken we aan Jezus die met Pasen opstaat uit de dood en zo het donker weer licht maakt. We gaan ook de 7 kaarsen aansteken. De eerste kaars steken we aan omdat het zondag is. Voor mensen die vrij zijn, voor mensen die aan God willen denken en aan elkaar. De tweede kaars steken we aan voor mensen die erge dingen meemaken, zodat hun leven op zijn kop staat. Derde kaars steken we aan voor mensen die andere mensen willen helpen. Voor even of soms al heel lang. De vierde kaars steken we aan voor mensen die uitgerust zijn. Die zin hebben om bezig te zijn en soms nieuwe dingen te doen. De vijfde kaars steken we aan voor mensen die willen leren. Om goed te leven, om zich te ontwikkelen en te groeien in wat ze kunnen. De zesde kaars steken we aan voor de mensen die we kennen. Familie, anderen die we vaak zien, mensen met wie we samenleven. En de zevende kaars steken we aan voor onszelf. Dat we elkaar troosten als we verdrietig zijn, helpen als we hulp nodig hebben en samen genieten als er iets te vieren is. We sluiten samen af met zo bidden we in Jezus naam aan. Zo bidden we in Jezus naam aan. We gaan zingen, de Heer is mijn herder. Thank you.
Ik zei het al, we zijn nu voor de laatste keer met Jezus bij het meer. In Capernaum, de stad van de troost. En in de synagoge, zeg maar, in de kerk. Maar nu gaan er sommige mensen bij hem weg. Hoe kan dat nou? Ik vind het altijd moeilijk om dat uit te leggen. Om het zelfs te zeggen dat er mensen weggaan bij Jezus. Dat niet iedereen het met Jezus kan vinden. Dat de mensen hem zelfs weg willen hebben. En toch is dit zo'n moment en toch hoort het ook bij zijn verhaal. Want Jezus vertelt de mensen over de nieuwe wereld van God. De wereld waarin we goed voor elkaar zijn. Iedereen telt mee, evenveel. En Jezus maakt zelfs mensen beter. Hij zorgt voor ze, ze voelen zich echt beter. Maar er zijn ook mensen die alleen voor zichzelf willen zorgen. Die het niet zo uitmaakt hoe een ander zich voelt. Als zij zich maar goed voelen. Die het meeste voor zichzelf willen houden. En niet eerlijk delen. En Jezus probeert altijd met ze te blijven praten. Misschien veranderen ze. Misschien willen ze wel horen wat hij zegt. En hij vraagt het ook. Willen jullie bij me horen? Kunnen jullie kiezen? In het verhaal staat niet wat ze zeggen. Maar er staat wel dat veel mensen toch bij hem weggaan. Dat moet voor Jezus ook een gek gevoel geweest zijn. Eerst komen de mensen achter hem aan. Hij kan geen rust vinden, het zijn er steeds meer. Hij gaat zelfs naar de overkant van het meer met een boot. Eindelijk even zitten. Maar zij lopen langs de kant en halen hem in en daar zijn ze weer. Weer luisteren, weer praten, weer bij elkaar zijn, eten ook nog. Met al die mensen. En dan gaat Jezus weer terug in de nacht. En de volgende morgen komen al die mensen weer bij hem. En ze praten ook in de synagoge, in de kerk. Dat is toch de plek om rustig te bidden en te lezen in de Bijbel. Maar ze gaan ook weer praten. Oefenen, uitwisselen. Discussiëren. Maar allemaal samen. En nu gaan er mensen weg. Ze gaan niet langer met hem mee. Jezus vraagt aan de 12 leerlingen, aan zijn vrienden. Willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus geeft als eerste antwoord. Heer, naar wie zouden we toe moeten gaan? We geloven toch in u? We geloven toch samen in God? U komt van God. Oh, nou, dat stelt Jezus gerust. Want hij twijfelt aan zichzelf. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed bezig? Vergis ik me niet? Dat kan iedereen toch wel eens hebben? Dat je je dat afvraagt. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed bezig? Ben ik wel goed genoeg? Vergis ik me niet? En iedereen raakt mensen kwijt. Soms is dat goed te begrijpen, maar soms ook echt niet. Misschien is Jezus ook bang hoe het verder zal gaan. Hij is nu nog in het noorden van het land, bij het meer, Capernaum, waar hij iedereen goed kent, Galilea. Daar wonen ook niet zoveel belangrijke mensen. Maar hij moet een keer naar het zuiden. Weer naar Judea, naar Jeruzalem, de hoofdstad van het land. Daar wonen wel de belangrijke mensen. Mensen die zich niet alleen de baas voelen, maar het ook zijn. De baas van het land, de baas van het geloof. Zullen zij naar hem luisteren? Zullen ze hem begrijpen? Gelukkig dat de 12 leerlingen met Jezus mee willen gaan. Zijn vrienden.
Ze zijn wel vrienden van elkaar geworden. Al zegt Petrus, Heer tegen Jezus, Rabbi, meester, zouden wij zeggen. Nou ja, maar Petrus heet eigenlijk Simon. En die naam Petrus is de bijnaam die Jezus aan hem gegeven heeft. Rots betekent het. Jij bent mijn steun en toeverlaat. Simon, ik kan jou vertrouwen. Een steen zo sterk als een rots. Dat bedoelt Jezus ermee. Ik dacht, kennen jullie Jantje Beton nog? Zo'n stevige knul? Daar lijkt het een beetje op. Heer, meester, daar bedoelt Petrus mee dat hij echt gelooft in wat Jezus zegt. En hem leert. Dat wil hij ook van hem leren. En Petrus, Simon Petrus, betekent, ik kan van jou op aan. Zo gaan vrienden dus met elkaar om. Ze geven elkaar zelfs namen die alles zeggen. Ze zijn leerlingen en vrienden. Ze vertrouwen elkaar helemaal. Ik geloof dat het zo voor ons allemaal wel kan werken. We hebben dan eenmaal mensen nodig die we kunnen vertrouwen. En dan kunnen we samen verder. En we hebben iemand nodig die ons vertrouwt. En dan komen we er wel. Zo gaan we dus ook maar verder. Net zoals Jezus en zijn vrienden. We gaan zingen Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep. Deze zondag zijn voor de mensen van Dieselaan 3, want ze moeten Peter van der Laar missen en we denken aan ze. Dan gaan we samen bidden voor alle mensen die we kennen, voor alle mensen aan wie we willen denken, zoals Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
gaan zingen. Nu we uiteengaan, vragen we God. Ga met uw licht voor ons uit. We mogen weer verder gaan met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. God geeft ons vrede. Shalom. En dat zingen we samen. Er zijn ook weer mensen jarig geweest en daar zingen we natuurlijk ook voor. Hè? Lang zullen ze leven. Ze leven, ze leven.